Ja, dames en heren, van harte welkom. Van harte welkom bij Operatie Interview. Een bijzondere aflevering, al was het maar om onze hoofdgast. Ik zag net dat we zelden zo snel uitverkocht waren als nu. Maar u ziet dat we ook wat klimaatschuilers hebben. Die hangen dan nu binnen hier ergens rond. Goed dat u er bent, is ook een grote getale. Een bijzonder programma, ook in die zin dat de burgemeester een half jaar ongeveer nu in dienst is. En best voorzichtig is geweest met grote interviews. Beetje zuinig tot nu toe. En toch zei ze ja tegen het verzoek om onze gast te zijn bij Operatie Interview. Het programma waarin we altijd één prominente gast uitnodigen en uiteindelijk drie geheime interviewers zijn. En die zitten in de ruimte hiernaast. Daar hangt een groot scherm en zien exact alles en horen alles wat hier nu binnen gebeurt. Achter die deur zit onze hoofdgast. En dat gaat eigenlijk als volgt. Ik ga haar aankondigen met heel veel plezier. En daarna is het aan u om daar een ovationeel applaus te laten horen. Want je moet het maar durven gasten zijn in dit bijzondere programma. Dames en heren. Moet ik wel het goede kaartje erbij pakken? Hier heb ik hem. Ja, kunnen we? Goed, daar gaan we. Dames en heren. Ze werd geboren in Haarlem, groeide op in een sociaal-democratisch gezin in Enschede. Ging werken voor het wetenschappelijk bureau van de PvdA. En daarna werd het toch iets anders. Het bleef niet bij de PvdA. Ze werkte ook hier, in de Bali. Ze is terug eigenlijk op de heilige grond. Ze werd Kamerlid voor GroenLinks. En al vrij snel werd ze daarna ook partijleider. Ze werd de opvolger van Paul Rozemuller als partijleider GroenLinks. Zij verliet de Kamer in 2010 en liet het over aan Jolande Sap. Ze heeft zich een tijd lang bezig gehouden met onder andere het spraakmakende boek Plus, een aantal bestuurlijke functies. Maar uiteindelijk was het moment daar. 12 juli vorig jaar, na 700 jaar, was het voor de eerste keer de vrouwelijke burgemeester hier in Amsterdam. Dames en heren, een ongelooflijke eer en genoegen dat ze bij ons is vandaag. Femke Halsema. Hallo. Drie. Oké. Oeh, het is een diepe bank. Nee. Ja, dat ik geef net een aankondiging. U bent eigenlijk terug op vertrouwde grond. Zeker. Ik heb hier gewerkt. Ja. Ja. Hoe lang? 2 jaar, niet te lang. Niet te lang. Niet zo lang, moet ik zeggen. Okay. Goed dat u in ons midden bent, want ik zei het ook dat dan in de aankondiging geven. U bent eigenlijk best zuinig tot nu toe met het geven van interviews. Ja, dat klopt. Hoe komt dat? Ik heb steeds gedacht, show don't tell. Eerst gewoon eens aan het werk en laten zien wat het is. En laten zien dat je het kan. Nou, daar ben ik nog volop mee bezig. En dan geef ik wel eens interviews. Ja. En bovendien vind ik ook... Kijk, wat voor mij bevrijdend is ik ben geen politicus meer. En een politicus die moet op gezette tijden interviews geven, omdat hij natuurlijk kiezers moet winnen en verzamelen. En dat hoef ik allemaal niet. Nee. Dus in die zin maken we ook u anders mee in interviews dan we u meemaakten als politica? Nou, dat vraag ik me af. Want aard van het beestje, hè? Ja, is een beetje aard van het beestje. Ja, ik geloof niet dat ik er vroeger heel erg goed in was om heel veel dingen niet te zeggen. Nee. Ja, want dat is eigenlijk wat je veronderstelt. Juist. Ja, nee. En wat ik ook daarbij veronderstel is het volgende. Uw tijd in het parlement was ook duidelijk dat als je journalisten daarover sprak, u deinsde niet terug om ook af en toe journalisten keihard de waarheid te zeggen. Nou, keihard. Nee, wat mij altijd heel erg verbaasd heeft aan, laten we zeggen, Haagse journalisten, want dat zal het voor u heel anders zijn. Maar dat was dat men vrij gevoelig was voor kritiek die wel makkelijk uitgedeeld werd. Dus keiharde kritiek heb ik eigenlijk nooit durven geven, omdat je namelijk afhankelijk bent van journalisten. Ik heb wel eens een kleine correctie aangebracht. Ja, op uw welbekende wijze. Ja. Ja. Ontzettend mooi dat u hiermee doet. Dan blijft toch de vraag over. Waarom zei u ja tegen dit verzoek? Omdat ik het wel spannend vond. Ja. Ik vond het eigenlijk ontzettend leuk. En het is niet alleen spannend voor u. Het is ook spannend voor die mensen die dit nu mee zitten kijken in de ruimte hiernaast. Wie hoopt u dat er zo direct door de deur komen? Nou, volgens mij heb ik 2 mensen van tevoren gezegd dat ze niet mochten. Oh. Ja, dus en dat was Jensen en de snor. Dus dat zijn Johan Derksen en Robert Johan Derksen, ja, ik was even zijn naam kwijt. Johan Derksen en Jensen, met zijn voornaam ook kwijt. En voor de rest heb ik niets gezegd. Nee. Nou, ik hoop geen familieleden. Laat ik verder maar niks zeggen. Okay. Want je zal zien dat net die mensen door de deur gaan wandelen. Draai ik het ook nog even om. Wie hoopt u echt ontzettend graag dat er door de deur komt? Hmm.
Weet ik ook eigenlijk niet. Flauw, hè? Nee. Even het volgende wat ik ook interessant vind is... U zegt dus hier ja tegen, omdat het ook spannend is. Maar een van de spannende elementen is dat u zich niet kan voorbereiden erop. Ja. En u bent wel bekend om uw regieachtige behoefte. Echt waar? Ja. Oh, dat verbaast me. Ja? Nee, maar niet bij interviews eigenlijk. Nee, omdat ik in de loop van de jaren wel geleerd heb dat een interview veel leuker is. Op het moment dat het minder voorbereid is. Nu ik in die nieuwe rol zit, merk je dat journalisten eigenlijk veel beleefder zijn. Wat ik een heel prettige ontwikkeling ja. vind. En nu bieden ze ook heel vaak aan om mij de vragen van tevoren te laten zien. Nee. Maar daar zeg ik eigenlijk altijd nee op. Omdat de spontaniteit eruit is en het antwoord wordt er niet beter op. Maar wat is dat voor sneuigheid? De journalist denkt, als ik de vraag van tevoren stuur, dan gaat ze ja zeggen of zo? Oh, maar je hebt ook journalisten die je de vragen sturen en vragen of je het even in wil vullen en dan terug wil sturen. Ja. En dat komt ook wel eens voor. Dat is overigens niet de grote landelijke pers. Goed. Genoeg voor de warming-up. We gaan nu naar de operatiekamer brengen. Kom mee. Oké. Neem een glaasje mee. Ja, die is hier. Ik ga u vragen op die stoel te plaatsnemen. En dan hebben we een muziekje voor u. En om de zaal ook te laten weten wat voor muziek dat is, komt die aan. Laat hem even horen. Ja. En hoe lang gaat dit duren? 12 minuten ongeveer zo. Oké. Ja. Nee, we hadden uw kinderen gebeld. Die zeiden, dit is mama's lievelingsnummer. Ja. En hard ook, zeiden ze erbij. Ja, dat zeiden ze. U gaat de koptelefoon opzetten. En dan ga ik met de 3 journalisten aan deze kant verder praten. Oké. Tot zo. Tot zo. Goed, dames en heren. Dan pak ik heel snel mijn kaartje erbij. Juist. Ze staan hier dus achter de deur. Het gaat goed zo. Kijk, dames en heren. De eerste is een dame die net als de burgemeester criminoloog is. Zij is presentatrice van het Radio 1-programma Kwesties, vanavond om 8 uur weer te horen. Maar bovenal is zij voormalig leefbaar wethouder, portefeuille zorg, veiligheid en emancipatie. Dames en heren, voormalig wethouder te Rotterdam, Marianne van der Anker. De tweede die ik graag een heel plezier aan u ga voorstellen is Nederlands meest geprezen documentairemaker in binnen- en buitenland bekroond. Denkt u aan films en documentaires als Pretpark Nederland, Niemand in de Stad of Shaffie. Dames en heren, warm applaus, Michiel van Erp. De volgende man spreekt iedere vrijdag gemiddeld 1500 man toe hier in Amsterdam. Hij is voormalig jongerimaan, maar tegenwoordig is hij de hoofdimaan van de Blauwe Moskee. Dames en heren, Yassine El Forkani. Zo, en hoe is het? Ja, heel goed, leuk, spannend. Vindt het ook leuk dat zij het zelf heel spannend vindt. Ja. Maar ook toe heeft gezegd en zei, laat maar komen. Ja, hè? Ja. Jullie gaan nu ook je strategie, je doelstelling, alles aan ontvouwen. Maar Yassine, ik kom eerst even bij jou aan. Want dit is het standaard tenue op vrijdag, hè, wat je nu aan hebt. Ja, klopt. En niet op zondag. Nee, eigenlijk niet. Ik dacht, ik ga vandaag gewoon een echte imam zijn. Dus dan kom ik gewoon ook in mijn kleding. Ja. Nou, hadden we jou eigenlijk al veel eerder gevraagd dan toch wel het tumultueuze nieuws. De school waar jihadistische invloeden zijn. Wat wij aardig vonden toen we jou belden was dat jij haar eigenlijk nog nooit gesproken had. Klopt. En dat is in die zin bijzonder, is dat jij een sleutelfiguur was onder de vorige burgemeesters. Dat klopt ook. En tot onze teleurstelling moest jij je toch gisteren op de ambtswoning melden. Wat gebeurde er? Ja, ik heb voor het eerst onze burgemeester ontmoet. Ja, maar de aanleiding was niet zo leuk, geloof ik. Nee, het was echt een crisismoment inderdaad. Ja. Want het baat ons allemaal zorgen wat er in de stad gaande is. Ja. En ik ben ook weer blij om vandaag met haar hier verder over te mogen praten. Zeker. Ja. En Van der Helden, we hebben jij nadruk gevraagd om je eigenlijk een beetje op de achtergrond te houden op dat crisisoverleg op de ambtswoning. Is dat gelukt? Deels, maar ik doe alsof het gelukt is, zodat jij blij bent. Bij dit. Dan gaan we nu ook in de volgorde aan jullie vragen, zoals jullie dus direct opgaan. Marianne, begin ik bij jou. Waar ga je het over hebben? Openbare orde en veiligheid, want dat is natuurlijk het pakket van de burgemeester. En vooral daarbinnen specifiek over haar opgave, samen natuurlijk met hoofdofficier en onze Rotterdamse reus, die jullie natuurlijk gaan krijgen als Amsterdamse korpschef Frank Pauw, vormen ze met z'n drieën natuurlijk het team om ondermijning aan te pakken. En ik denk dat dat een hele belangrijke en grote opgave is en voorwaar geen makkelijke klus. Dus ik ga met haar
De diepte in, welke keuzes wil ze maken, want ze zal harde keuzes moeten maken. Capaciteit is beperkt, strafrecht werkt ook niet meer. En ik probeer haar natuurlijk ook wel een hart onder de riem te steken. Want het is echt belangrijk dat dat hier in Amsterdam gewoon goed geregeld gaat worden. Maar even dan, dat we ook een beetje weten hoe je erin staat. Vind je, bedoel, alleen op de clash, wij spreken een GroenLinks-politica, nu burgemeester natuurlijk, maar en Leefbaar, dat is de Oost ontmoet West ongeveer. Ja, nou hoe, zeker als je zit kijkt je daar streng naar in, vind je dat ze het goed doet? Ik vind dat ze het goed doet. Maar ik vind ook dat we burgemeesters ook wel heel erg moeten steunen en inzichtelijk moeten maken wat voor zware klussen ze hebben. Tegelijkertijd, ze moet wel aan de bak. En ze kan wel zeggen, ja, ik heb nu een andere verantwoordelijkheid dan als politicus. Maar juist als burgemeester wordt zij het boegbeeld van de aanpak van de ondermijning. En je geeft, in de tussenzin geef je aan, het gaat om harde keuzes. Je kan niet alles maar belangrijk vinden. Nee, je moet ergens prioriteren. Wanneer is voor jou dit interview geslaagd? Nou, als zij in ieder geval uitspraken durft te doen dat ze bijvoorbeeld iets met de wallen gaat doen. Dat ze fors gaat inzetten op de aanpak hiervan de mokromafia en de drugscriminaliteit. Dat ze dat niet over haar kant laat gaan. Maar ik vind het als vrouw, we hebben natuurlijk net Internationale Vrouwendag achter de rug, ook wel heel spannend of en in hoeverre zij prioriteit wil geven aan mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld tegen vrouwen. Helder. Dankjewel. Ja, dat is een hele mond voor Michiel. Ja, dat allemaal in 12 minuten. Ja. Ja. Kwestie van keuzes maken. Ja, oké. Okay. Michiel, jij bent natuurlijk de man die bij uitstek in beelden en fragmenten kijkt. Kijk je ook zo naar deze burgemeester? Nou ja, ik ga sowieso geen enkele politieke vraag stellen. Want heb je ook niet voor gevraagd? Nee, daar ben ik ook niet van, maar daar heb ik ook helemaal geen verstand van. Ik ben vooral heel erg benieuwd. Nou, ik wil eigenlijk haar beter leren kennen, want ze heeft best wel een hard imago. Het grappige is dat ze daar net toen jij dat vroeg ook een beetje rarig op reageerde. Dus ik ga toch proberen dat we haar iets beter leren kennen. En heb je daar nog een bepaalde strategie voor? Ja, ik laat eerst een heel kort filmpje zien waarin zeg maar zijn straatinterviews door Telegraaf TV geloof ik gemaakt. Hoe dan reageren mensen op het feit dat ze horen dat zij de burgemeester wordt. Nou, en dan komen er echt de meest rare dingen voorbij. Maar ik ben zo benieuwd of dat imago eigenlijk klopt en of ze daar problemen mee heeft. En bovendien ben ik ook wel benieuwd, maar ik weet niet of me dat lukt. Ook in die 12 minuten. In die 12 minuten, ja. Maar ik, is waarom ze eigenlijk burgemeester wilde worden. Want je moet ook heel veel van jezelf opgeven. Een echte moeder is ze niet. Tenminste, zo komt ze niet op me over. Maar dat moet je ook zijn van de stad. Dus dat ga ik onderzoeken. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, wanneer is het voor je interview voor jou geslaagd? Nou, eigenlijk als we een wat warmere indruk van haar krijgen. Als die er is, hè. Dat wil je zelf gewoon heel graag. Bij jou is de doelstelling meer gevoelsmatig. Dus eigenlijk als je wat meer gevoel erbij hebt, dus dat je wat dichterbij komt als persoon, dan... Ja, dit is een opdracht van niks, dat geef ik toe. Maar ik ga het toch proberen. Yassine, ja. Wat ga jij doen? Nou ja, ik ga sowieso vandaag leren vragen stellen. Ja. Dus, kijk, ik zal zo beginnen natuurlijk met de verschrikkelijke gebeurtenis in de stad. Hè, dat hele AIVD en CTV-rapport die gekomen is. En ik wil met name echt met de burgemeester op de praktische kant gaan praten. Dus wat kan je doen? Hoezo is die school nog steeds open? Wat is er precies aan de hand? En daar zou ik de burgemeester erg voor willen bevragen. En daarnaast ook heeft de burgemeester een aantal uitspraken gedaan. Nou, denk aan het salafisme. Met hun samenwerken, niet samen met hun praten. Ik wil daar ook met haar echt op de praktische kant het gesprek aan. Wat betekent dat dan als je niet met ze wil praten? Maar de onderligger is erbij dat je dat op zich kritisch bent. Want je bent eigenlijk tegen het verbreken van bijvoorbeeld de communicatie met salafisten. Ja. Daarmee laat je ze eigenlijk terugvallen in hun comfortzone. Klopt. Dus jij zegt, jouw vertrekpunt is eigenlijk, blijf met iedereen in gesprek. Ja, en confronteer ze ook. Dat is ook natuurlijk een uitgangspunt. Ja. Want als je ze, ik denk ook dat als een salafisten de burgemeester gaan ontmoeten, als ze denken, oh jee, en ik moet een hand geven aan een vrouw, en hoe ga je dat allemaal doen, en noem maar op. Nou, laat ze dat lekker maar eens een keer uitvogelen. ik denk dat we er klaar voor zijn. Yassine, ik ga je meenemen. Ga ik beginnen? Nee, sorry. Laat me schrikken. Blijf een beetje achter me staan, dat ze niet... Ja. Hij kan af. Mensen echt hele benauwde gezichten trekken. Ja. Echt waar. Dit is het moment dat de afdeling voorlichting het los moet laten, zou ik zeggen. ik heb de eerste voor je klaarstaan. 12 minuten. Veel plezier. Hallo. Hallo. Hi. Komende 12 jaar
bent u burgemeester van Amsterdam, want zo gaat dat met burgemeesters. U krijgt de reus van Rotterdam, onze Frank Pauw als korpschef. Ja. En samen met de hoofdofficier gaat u aan de slag op het gebied van ondermijning. U hebt aangegeven dat u veel ambities hebt op dat punt. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is, want er is nogal wat te doen hier. Ik wilde u een aantal keuzes voorleggen. En zou u kunnen aangeven van de volgende 5 onderwerpen die op het gebied van ondermijning in ieder geval door op de agenda zijn gezet, wat uw top 3 is? Want u moet namelijk harde keuzes maken. Dus u noemt er eerst 5 en daarna mag ik er 3 kiezen. Ja. Okay. Ja, ik heb het ook op een kaartje staan, kan meelezen. Hè. Dus dat is misschien nog relevant als het niet in één keer goed gaat. We hebben natuurlijk hier de mokromafia, kookimport en zeer gewelddadig en zeer complex om aan te pakken. Dat is nummer 1. Gaat daar uw prioriteit uit. Seksueel geweld tegen vrouwen, zowel thuis, maar natuurlijk hier ook op de wallen. Uitbuiting, mensenhandel. Drugscriminaliteit, waarbij we niet zozeer als Nederland importeur zijn, maar vooral exporteur. Dus de derde. Ja. Ja. Hennep, wiet, al uw smokepelletjes waarbij hier en daar een explosie ontstaat. Milieucriminaliteit, kader van de klimaatmars. Is dat niet een hele wezenlijke om te prioriteren? Of, zoals u hebt aangegeven, een schone horeca, waarvan nog even een fragmentje hier achter u getoond wordt vanuit het parool, waarbij u zegt, er moeten schone geldstromen zijn in de horeca. Ik heb ze ook op een kaartje staan, hè? Dat, ook de andere vragen, dat ik alvast even door kan lezen. Ja, mag ook gewoon worden gehouden. Zeg het maar. 1 en 2. Ja. 3 hoort bij 1. Als ik het goed onthouden heb. Ja, ja, dat is dan zeg maar de hennep en de wiet. De drugscriminaliteit is 1. Dat is alleen 1 is eigenlijk de gewelddadige tak ervan. Die ook heel veel crimineel geld de stad binnensluist. 4 milieucriminaliteit is echt een landelijke verantwoordelijkheid. Daar kun je lokaal niet zo heel veel aan doen. Dus die ben ik lekker kwijt. Ja. En wat was 5 ook alweer? De schone horeca. Gewoon die hoort ook bij 1. Het hoort eigenlijk allemaal bij elkaar. Nou, dus ik heb er maar 2 nodig. Inzetten op drugscriminaliteit en toch een fijne stad voor vrouwen. Ja, overigens, kijk, seksueel geweld heeft niets met ondermijning te maken. Wel als mensenhandel is trouwens. Exact. Dan wel. Alleen. Hoe ziet u dat op de wallen? Is dat stickertje 1 of stickertje 2? Wat bedoelt u? Nou, is dat ook georganiseerde criminaliteit wat u betreft de wallen? Of zegt u nou, dat is gewoon heel wat anders? De wallen, dat is het mooiste, een van de mooiste historische binnensteden van Europa. Waar ontzettend veel leuke dingen plaatsvinden. Waar je ook een fantastische verzameling paradijsvogels op straat tegenkomt. Waar geweldige. Begrijpen we allemaal, maar u hebt al een project gedaan. Ja, maar het is toch wel even. Kijk, de Wallen is geen crimineel gebied. Dus ik zeg het wel met opzet. Of een criminele organisatie. Dus er is natuurlijk misdaad op de Wallen. En dat varieert van nep-doopdealers tot hele zware georganiseerde misdaad. Het grote probleem van de Wallen op dit moment, dat is dat wij het gevoel hebben dat de regie te veel ligt, te weinig ligt bij de gemeente zelf. Dus voor een deel staat het onder druk door die enorme toeristenstromen en drukte. Maar dat heeft ook niet zoveel met misdaad te maken. Nee, we begrijpen ook dat natuurlijk hier wat overlast wordt ervaren door de bewoners. Maar denkt u, hoeveel van de vrouwen die werkt op de Wallen doet het vrijwillig, denkt u? Want het is een legaal beroep. Ja, weet ik niet. Nou, daar zou ik me dan als burgemeester wel ernstige zorgen over maken als je dat niet weet. Tuurlijk. Nee, maar het probleem is. Maar een schatting van 10%, dat is wat de meeste mensen zeggen als het gaat over seksuele uitbuiting. En zelfs met reguliere zones. Nee, maar als je behoefte heeft om mij schattingen te laten maken, dan denk ik dat het veel meer is. Maar het gaat natuurlijk niet om de aantallen, maar om de ernst. Dus wat dat betreft is 1 verhandelde vrouw op de Wallen er al 1 te veel. Maar ik denk, ben bang, helaas, dat er veel meer vrouwen op de Wallen slachtoffer van mensenhandel zijn. Nee, niet vrijwillig. En daar hebben we ook aanwijzingen voor. Het gaat heel u de ingewikkelde Wallen sluiten onder uw burgemeesterschap? Nee, dat is niet de bedoeling. Wat ik op dit moment. Kijk, de Wallen sluiten is natuurlijk ook al heel gek. Wat we op dit moment aan het doen zijn, is aan het nagaan. Je kunt het aantal vergunningen intrekken van seksgerelateerde instellingen. Je kunt het op een andere manier onmogelijk maken om in ieder geval er als burgemeester voor te zorgen dat u zekerder weet dan nu dat vrouwen het echt vrijwillig doen. Ja.
Ja, nee, kijk, wat wij aan het doen zijn is... ik heb een aantal korte termijn maatregelen genomen om de overlast en de kleine criminaliteit terug te dringen. Nu kom ik met een groot aantal maatregelen die de bedoeling hebben om eigenlijk de orde op de wallen, de economische ordening en de maatschappelijke ordening weer een beetje te herstellen. En die gaan ook bijvoorbeeld over prostitutie. En dan komt er nog een visie op de lange termijn voor de historische binnenstad. Nou, mooi. Die ik samen met Sef Hemel. En wat betreft prostitutie, want dat is de vraag. Zijn wij op dit moment scenario's aan het maken. En die variëren inderdaad van uitbreiden van het aantal ramen tot het helemaal weghalen. Of en alles wat ertussen zit. En mij maakt het niet zoveel uit wat het wordt. Als het maar voldoet aan een aantal uitgangspunten. Dus één, de mensenhandel neemt af. Dus de rechten en de positie van vrouwen wordt sterker. De overlast vermindert voor de mensen die er wonen. En de greep van georganiseerde misdaad verkleint. En daar wil alle ik het natuurlijk verder over hebben. Over die greep van die georganiseerde criminaliteit. Want dat is eigenlijk uw prioriteit nummer één. Want u moet harde keuzes maken. Hebt u ook al zelf aangegeven. Van uw lijstje, voor, he, is ja, dat, voor u belangrijk stond het op is. Nummer één. Ja. Zit er iets bij? Wat, waarvan u zegt, nou, dat is dan als het gaat over ondermijning helemaal niet op het lijstje van mevrouw Van Anker voorgekomen? Ik dacht namelijk dat ik aardig uitputtend was. Op het zaken die er niet op voor zijn gekomen? Nou, ik denk wat ons het meeste zorgen baart bij ondermijning. Kijk, je hebt de klassieke indeling tussen boven- en onderwereld. Ja. En de onderwereld, we kennen hem niet, maar we weten dat hij bestaat. Het meest zorgwekkend is eigenlijk de tussenlaag. De van oudsher legale beroepen, ik noem makelaardij, notariaat, waar zoveel geld soms aangeboden wordt, crimineel geld, dat mensen in de verleiding komen om af te dalen naar de onderwereld. We hebben natuurlijk Enstra als een heel kleurrijk voorbeeld daarvan, maar die staat niet op zichzelf. En naarmate er meer geld de stad binnenkomt, worden meer mensen daar gevoelig voor. En dat en ondermijnt echt... heeft natuurlijk Amsterdam. Ja, en dat, die kwetsbaarheid heeft Amsterdam, ja, net als Rotterdam. En we kijken natuurlijk ook vaak als het gaat over ondermijning naar Brabant. Ja, zeker. Het is natuurlijk mazzel dat u een prachtige hoofdofficier heeft die al wat ervaring daar heeft opgedaan. Nicole Sandé. Met het aanpakken met georganiseerde criminaliteit. Frank Pauw doet het ook. U bent een topteam straks als het gaat over de aanpak van de ondermijning. Wie is wat u betreft de primus inter pares? Wie is de baas van de driehoek? Nou, dat zijn er twee. En dat ervaar ik ook echt zo. Dat ben ik en Nicole Sandé. Want wij oefenen het gezag uit in de driehoek. En Frank Pauw staat in een andere positie, wat niet wegneemt. Dat in de dagelijkse verhoudingen in zo'n driehoek, en zo heb ik dat de afgelopen maanden ook geleerd, gelden dit soort hiërarchische verhoudingen helemaal niet. Maar praat je eigenlijk toch gewoon inhoudelijk met elkaar. En we hebben natuurlijk alle drie een heel andere verantwoordelijkheid en een ander vak. En soms moet de een een beetje plaatsmaken voor de ander. Ik heb een fragment meegenomen van een politiedebat waarbij Lisbeth Huizer vanuit haar profiel vanuit de korpsleiding aangeeft dat u aan zet bent als burgemeester als het gaat over de aanpak van de ondermijning. Kunnen u natuurlijk vragen of dat u het daarmee eens bent. Maar laten we eerst even kijken en luisteren. In de afgelopen jaren dat het wel handig is als je echt één iemand hebt die echt de regie pakt en daar ook de aansturing geeft. En ik vind de rol van de burgemeester daar, en ik, nou, we hebben het denk ik ook over in de land ook wel gezien, waar de burgemeester een stap voorwaarts deed en echt die regie ging pakken. Ja, die zijn wel in staat om dan ook al die diensten inderdaad er ook op te richten. Aan u dus de schone taak, volgens de korpsleiding, om ondermijning aan te pakken, daarvan het boegbeeld te zijn. Dat is eigenlijk wel een verandering ten opzichte van wat we de afgelopen periode hebben gekend als je kijkt naar het Trios Politica. Bent u het met me eens dat u degene bent die aan zet bent als burgemeester? Nou, ik denk wel dat burgemeesters inderdaad, daar heeft ze gelijk in een uitgelezen positie zitten. Omdat ze natuurlijk een aantal bevoegdheden hebben waarmee ze kunnen ingrijpen in de verhoudingen in de stad. Dus ook bijvoorbeeld, ik bezit de bevoegdheid nog niet zo lang om bijvoorbeeld bepaalde winkels, maar ook hele straten en branches aan vergunningen te onderwerpen. En dat betekent dat ik bijvoorbeeld kan tegenhouden dat, nou,
bijvoorbeeld één winkelstraat plotseling alleen maar uit kapsalons gaat bestaan. En je dan eigenlijk wel weet dat er iets niet deugt. Wij hebben ook de burgemeesters van de vier grote steden op mijn initiatief contact gezocht met de minister van Justitie. En hem aangeboden om heel nauw samen te gaan werken op het eigenlijk het tegengaan van de drugseconomie. Want bij ondermijning geloof ik wel, mensenhandel is een groot probleem, wapenhandel is een probleem. Maar de grote motor achter ondermijning is de internationale drugshandel. Absoluut. En als u het nou hebt over wat ook een groot probleem is, wordt dat in ieder geval gezien in ondermijningsland en handhavingsland, is beperkte capaciteit, het strafrecht werkt niet meer. Dus u zult bestuursrechtelijk aan de bak moeten en u zult een heel breed team moeten samenstellen om deze toch wel, zoals Pieter Topset zei, hele heftige criminele vermenging van onder- en bovenwereld tegen te gaan. Hoe gaat u die problemen te lijf? Beperkt strafrecht, u ging mij wel iets te snel met de opmerking dat het strafrecht niet meer werkt. Daar ben ik het eigenlijk zo niet mee eens. Ik vind dat onze democratische rechtsstaat eigenlijk Albert van Wijk, elke dag laat zien. Generaal geeft aan, Albert van Wijk, een van de procureurs-generaal, geeft aan dat het strafrecht een logistieke nachtmerrie is geworden. Het duurt lang. De focus van het strafrecht is beperkter dan het bestuursrecht. Er wordt ook door de korpsleiding gezegd, de burgemeesters zijn aan zet. Regel het via het strafrecht. Zet niet uw hoop op het. Regel het via het bestuursrecht. Zet niet uw hoop op het strafrecht. Nou, één. Ik denk dat u gelijk heeft dat naast het strafrecht bestuursrecht heel belangrijk kan zijn. In de strijd tegen ondermijning, daar ben ik het mee eens. Tegelijkertijd mag het bestuursrecht niet een excuus worden als je strafrechtelijk zaken niet rondkrijgt. En ik merk dat die neiging er wel eens is om de burgemeesters steeds meer bevoegdheden te geven. Bijvoorbeeld in het sluiten van panden, in het geven van gebiedsverboden, waarvan ik eigenlijk vind dat je er terughoudend mee om moet gaan, omdat je namelijk elementen van straf en vergelding dan introduceert in het bestuursrecht waar het niet voor is bedoeld. En ik vind dat je als burgemeester inderdaad de veiligheid in je stad moet bewaken en moet zorgen dat daar waar ondermijning de maatschappelijke verhoudingen aantast, moet je tegelijkertijd ook de democratische rechtsstaat bewaken. En dat betekent ook dat ik ook terughoudend wil zijn met het inzetten van, nou, naar mijn idee, niet erg rechtsstatelijke middelen. Nou, dan hebben we in de laatste 4 seconden van het interview dan toch één conclusie. Dat u in ieder geval zich wel realiseert dat u er voor de samenleving moet zijn als het gaat over ondermijning. Maar dat er nog een hele spannende situatie aankomt daar in de driehoek als het gaat over strafrecht en bestuursrecht. Zeer veel dank. En de vraag is, dankjewel. Deelt u die mening? Marianne van der Anker. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. De kop is eraf. Ja. De volgende staat te popelen van ongeduld. Dit was een heel serieus, vakmatig interview. Ja, schrik is dat, hè? Ja, op de zondagmiddag. En dan komt de volgende. Nou, gelukkig kom ik dan nu. Hey, hi. We gaan het helemaal niet over politiek. Nee. Hebben. Oh, wat leuk. Ja, het is heel grappig. Volgens ik heb je film nog niet gezien. Nee, nou, nee. Hij is al weg, maar hij is op DVD verkrijgbaar. Het speelt zich af in Amsterdam. Ja, weet ik. Ik dacht, Femke, zullen we gewoon jeur? Want ik vind dat u zo... Heel goed. Oh, goed. Ook fijn. Ik wil eigenlijk beginnen met een heel klein filmpje. Oké. Ja, dat past ook. Ja, dat past ook bij mijn werk. Laten we eerst maar naar gaan kijken. Wat moet ik ervan zeggen? Ik ken er enkel van GroenLinks. En ja, wat ze als burgemeester gaat doen, dat weten we niet. Vooralsnog denk ik dat het niet echt voor Amsterdam bevorderlijk is. Waarom niet? Ja, of je moet van bakfietsen houden, dan is het misschien goed en groen en dat soort dingen allemaal. Nou, ze is nog niet eens burgemeester. Je kunt het toch wel een kans gunnen of nou, dat zit er niet in? Liever niet. Liever niet. Laat hem maar lekker terug gaan naar Haarlem waar ze thuis hoort. Ik vind het wel hartstikke leuk dat ze burgemeester wordt van Amsterdam. Nou, ik ken haar van vroeger zeg maar, van de kapsalon. Bij studiekappers, daar heeft ze haar haren gedaan. Dus ik heb als kleurspecialist heb ik haar wel vaker ook gekleurd. En ik heb, ze was altijd heel enthousiast, heel aardige vrouw. Heeft u nog een tip voor mevrouw Halsema? Nou, blijf bevriend met de Amsterdammers. Hou het goed met de Amsterdammers, maak geen problemen. Want het zijn leuke mensen, maar je moet ze niet tegen je hebben. Ja, ik was nogal verbaasd eigenlijk. Wat denk je als je dit ziet?
Volgens mij heb ik hem wel eens gezien, dus het filmpje. Nou, eigenlijk denk ik niet zoveel. Nee. Eigenlijk vind ik het wel leuk. Ik vond de jurykapper nogal onverwacht. Ja, die vond ik eigenlijk het minste, omdat ze namelijk verraadt dat ik gekleurd word. Oh. Dat vind ik echt zo indiscreet. Ja, is dat? Ja? Ja, maar ja. Is er een soort grens bij jou van wat mensen wel en niet van jou mogen weten, van jou als persoon? Ja, die ligt eigenlijk wel op mijn kinderen. Dat was een ingewikkelde... Ja, ik ben nooit heel erg terughoudend geweest in het delen van emoties of persoonlijke overwegingen. Maar ik weet nog dat ik net politicus was. Ja. En dat ik vrij open over mijn achtergrond, mijn jeugd, van alles en nog wat aan het vertellen was. Ik dacht dat hoorde bij verantwoording afleggen. Ik heb langzamerhand geleerd dat dat toch iets anders is. En ik weet dat mijn moeder toen op een gegeven moment tegen mij zei, zou je daarmee op willen houden? Want je vertelt alsmaar verhalen over mij, waarvan ik eigenlijk het er niet zo mee eens ben. En ik heb niet hetzelfde platform, dus ik kan niet reageren. En hij heeft me toen wel over gegeneerd. Dus daar ben ik toen maar mee opgehouden. Die, dat imago. Behalve dit verhaal dan, hè? Ja, maar ik kom er toch dadelijk nog even op terug. Dat imago van jou, is dat iets wat je wat klopt volgens jou? Dat is heel dan? Raar. Nou, eigenlijk wat hier ook een beetje in zit, van oh, ze is een pittige vrouw, grachtengordel, niet warm. Ja, het is heel raar, ik kan nu allemaal opsom. Want ik vind het zelf niet, ik wil je graag beter leren kennen. heb je daar last van? Want er zijn natuurlijk niet echt dingen die bij een burgemeester horen. Nee, heb ik eigenlijk helemaal geen last van. Kijk, deze interviews die zaten ook een beetje, want ik ken ze dus, een beetje aan het eind van een vrij harde campagne die er is gevoerd. Mm-hmm. Tegen de mogelijkheid dat ik burgemeester zou worden. Ja. En natuurlijk zijn mensen dan verdeeld en hebben ze allemaal meningen over je. Dat er oordelen over mij zijn, weet ik al zo lang als ik in de publieke sfeer opereer. Ja. En dat is ook maar net... Weet je hoe de wind waait? Ik heb jaren in de politiek gehad waarin mensen me echt achter het behang konden plakken. Ja. En ik kan me ook een kop herinneren als iedereen houdt van Femke. Dus het gaat... Weet je nog wanneer dat was? Ja, heel lang geleden. Hij zegt, dat is zo lang geleden. Maar en net voordat ik vertrok uit de politiek. Ja. Het kan me niet... soms doet het natuurlijk gewoon wel pijn als mensen hele harde oordelen over je hebben. En vooral als je ze zelf helemaal niet herkent. Dus als je het akelig vindt. Probeer je het dan nog bij te buigen? Of is dat, kan je daar wat aan doen? Wat ik eigenlijk in de loop van de jaren heb geleerd is, wat je er het meeste aan kan doen, is ontspannen. Ik weet dat ik in de jaren dat ik politicus was, dat ik... eigenlijk mensen veel meer moeite met me hadden zolang ik heel verkrampt was. Ja. En eigenlijk werd dat minder. Mensen voelen gewoon aan je of je het naar je zin hebt, of je je prettig voelt, of je open bent. En eigenlijk is het verliezen van je angst om andere mensen tegemoet te treden de beste remedie. En zijn er dan nu bijvoorbeeld dingen die je bewust laat nu je burgemeester bent? Dat je denkt, dan kan ik door rood fietsen. Bijvoorbeeld, Althans, ik ben nou die vrouw die altijd voor groen licht stilstaat. Ja. Omdat ik als de dood ben, dat het halverwege rood wordt. Maar heb je wel eens het verlangen om dat toch heel hard door het rood te fietsen? Ja, ik heb wel eens momenten van dwarsheid, Ja, dus nee. Maar kan dat? Nee, maar weet je wat ik het allermooiste... aan dat burgemeesterschap is een heleboel echt geweldig. Ja. Maar wat er ook zo mooi aan is, is het is een nog zo sterk op zichzelf staand ambt, dat nog zoveel respect heeft, dat op het moment dat je de ketting omhangt, treden mensen je anders tegemoet. Ik heb daar... Dat lijkt mij dus echt heel ingewikkeld. Nee, het is heel ontroerend. Het is echt heel ontroerend. Maar wat is dan ontroerend aan? Want ik denk dat... Dat is dat mensen die eigenlijk... zolang ze denken, dat is die linkse vrouw op een bakfiets enzovoort, hebben ze allemaal meningen over je. Kaken. Maar vervolgens kom je een buurthuis binnen. Ja. Daar zitten deze mensen met grote zorgen. En je bent in ambt. En dat is als een jas die je hebt aangetrokken. Je moet je bezighouden met de zorgen van mensen. Maar heb je dan echt mensen hebben met behoefte mensen? Aan belangstelling. Ja, je hebt heel veel contact met mensen. Als filmer kom ik ook wel eens op dat soort bijeenkomsten. En niet met jou, maar met andere mensen. Ja. Ik heb het idee dat iedereen zo in de zondagse jurk opgeprikt zit. Om dan
drie minuten met jou te mogen praten. En ik denk, wat ben je dan eigenlijk te weten gekomen? Dat is soms ook wel zo. En dan is het altijd heel belangrijk dat je een tweede keer terugkomt. Want de eerste keer, dan voel je altijd een beetje de koningin. Dan mist het nog maar dat je een bloemstukje krijgt. En dit is geen aanbeveling hoor, trouwens. Maar nee, dus mensen... En dat is ook het ambt. Want het gaat niet om mij persoonlijk. Maar het is gewoon, de burgemeester komt binnen. Dus mensen doen inderdaad hun zondagse jurk aan. En kan jij... maar dan kun je heel makkelijk voorbij. Maar is dat ook een aspect, zeg maar, van het vak wat jij, waar je naar verlangde toen je ging solliciteren om burgemeester te zijn? Nee. Dat aspect? Nee. Nee, het heeft me, de kracht ervan heeft me verrast. En de mogelijkheid om daarmee ook bruggen naar mensen te slaan, die voorheen misschien vooroordelen tegen je hadden, vind ik er fantastisch aan. Omdat je, omdat mensen, weet je, ik ben 11 jaar geleden heb ik het, nou iets denk ik overdrijf, 10 jaar geleden bijna, heb ik de politiek verlaten. Ja. En in de jaren daarna ben ik nooit teruggekeerd naar de politiek. Ik heb geen politieke meningen geventileerd. Ik heb vooral willen schrijven, andere dingen gedaan. En het was voor mij altijd heel moeilijk om die politieke achtergrond kwijt te raken. Eigenlijk werd je daar altijd op teruggedrukt. Ja. En vanaf het moment dat ik burgemeester werd, deed het er veel minder toe. En dat vind ik eigenlijk heel plezierig. Want je merkt dat het mensen eigenlijk niet zoveel meer kan schelen. Hey, en wanneer zet jij het vak uit? Wanneer ben jij gewoon thuis als moeder? En kan dat nog allemaal? Ja, natuurlijk. Nee, ik bedoel, als je thuis bent, dan ben ik het niet. Maar het is wel een functie die 24 uur per dag, 7 dagen per week er is. Omdat je, kijk, behalve als ik het officieel lang van tevoren aankondig, dan mag ik op meer dan 45 kilometer van de stad zijn en dan neemt de lokale burgemeester het over. Okay. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Nee. En tot die tijd ben je niet elk moment van de dag aan het werk, maar je weet wel dat er altijd iets kan gebeuren. En dat besef verlaat je nooit. Iets kan gebeuren met de stad, bedoel je? Ja. Ja, en dat er mensen in nood raken of dat er iets heel akeligs gebeurt. En daarvoor ben je oplettend. Ja. Want je weet toch dat je op dat moment, dat je direct een functie hebt. Dat je er moet zijn om mensen te troosten. Dat je er moet zijn om te helpen de orde te herstellen. Want daar hebben natuurlijk politie en OM een rol in. Maar als burgemeester heb je daar toch ook echt een andere taak in. Ja, en dat je het ambtelijk apparaat zal moeten aansturen in dat soort situaties. En kan je ook nog genieten van de stad? Kan je nog gewoon dingen doen? Ongelooflijk. Ik vond een van de cadeaus is... je kijkt anders naar je eigen stad. Veel bewuster. Maar het lijkt me dat je er zo altijd zo boven blijft zweven. Dat je er nooit meer echt in kan. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat klopt een beetje. Ja, een winkelende vrouw uit Amsterdam-Oost, dat ben je niet meer snel. Nee. Nee, mijn dochter dwingt me daar wel eens toe. Maar, om dat te zijn. Om dat te zijn, ja, mam. En lukt dat dan nou ook? Even geen burgemeester zijn. Ja. Maar dat is ingewikkeld. Maar wat ik een van de grootste cadeaus vind, is mensen stellen heel erg hun huis en hun hart voor je open. Ja. Dus er is nog geen dag voorbij gegaan of er was wel een moment van hele diepe ontroering. Omdat je bij mensen thuis komt, omdat je eigenlijk in mensen hun levens komt, vaak op voor hen heel dramatische momenten. En dan mag je even binnenkomen en aanleunen. Je hebt dan gewoon ook je ambt uit te oefenen. Maar dat is natuurlijk, voor mij persoonlijk, is dat vaak een cadeau. Was het voor je familie ingewikkeld dat je dit ambieerde, het vak? Want daarmee worden zij... Ja, daar hebben wij lang over moeten praten. Ja. En welke afwegingen zijn er toen geweest? Nou, het verlies aan privacy. Voor opgroeiende kinderen. Kijk... Je hebt tieners, toch? Ja, ik heb 2 pubers van 15. Pardon, tieners. En kijk, die vinden sowieso het hebben van ouders als je 15 bent, is eigenlijk al vrij vreselijk. Ja, dat snap ik ook. Ja, snap ik allemaal. Een moeder is volgens mij nog vreselijker dan een vader hebben. Ja. Een moeder die in de stad heel bekend is, is natuurlijk een drama. Die nu moeder wordt van de hele stad, dan ben jij geworden. Ja, en daarbij verhuis je van een gewoon huis in Amsterdam-Oost. Ja. Kinderen die de straat kennen, die daar hun vriendjes hebben. Ja, toch...
ja, word je plotseling opstand. Ja. Ik ben eindelijk in die grachtengordel terechtgekomen. Jij bent toch altijd die gracht. Maar alleen de bakfiets ontbreekt. Het was het wel waard om dat te doen. Want ik kan me voorstellen dat het gezin dat het ingewikkeld is. En blijft. Ja, kijk, ik denk de last ligt meer bij mijn gezin. De lust ligt bij mij. Ja. Dus het is voor mijn gezin is het af en toe ingewikkeld. Ja. Het verhuizen, de bekendheid, dat is lastig. En heb je er een soort afspraken over gemaakt wanneer je er dan wel bent? Zeg maar wanneer de burgemeester uitgaat? Ik probeer er gewoon wel vrij veel te zijn. En gewoon te koken, de was te doen, mensen op te trekken. Het lijkt mij zo ingewikkeld als puber, want ik zou me heel graag tegen je willen verzetten, maar dat kan natuurlijk dan ook niet altijd meer zomaar. Hoezo niet? Nou ja, omdat... Nou ja, laat ik alleen zeggen, daar voelen ze zich echt totaal niet gehinderd in. Oh, dat doen ze wel. Echt helemaal. Mooie laatste woorden, Michiel van Erp, dames en heren. Ja. Nee, dank je. Over de helft, oftewel de laatste. Hey. Nou ja, hi. Nou, burgemeester, zo zien we elkaar nooit en twee keer achter elkaar. Ja, dat is grappig, zeg. Ja, ja. Ja. Ik ga gelijk beginnen, want volgens mij hebben wij iets vervelends meegemaakt de afgelopen week. Zeker. De school in Amsterdam. Ja, fijn je te zien trouwens. Nou, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. De school in Amsterdam. Een CTV-rapport, AIVD. Ja. De hele stad ligt eigenlijk letterlijk op zijn kop. Ja. Angst, bang. Ja. Wat is eigenlijk precies aan de hand? Nou ja, er is. Wij ontvangen al een aantal maanden berichten vanuit de veiligheidsdiensten dat het op die school niet goed is, op het Cornelius Haga Lyceum. En wij hebben daar enorm mee geworsteld. Maar wat is er niet goed op die school? Voor een deel van de leiding geldt dat ze relaties onderhouden met extremistische organisaties. Houden of hielden. En dat is de eerste klacht. En de tweede klacht is dat er antidemocratisch onderwijs zou worden gegeven. En daarmee wordt bedoeld dat er onderwijs wordt gegeven waarin eigenlijk een afkeer van de democratische rechtsstaat wordt geuit. En begrijp me goed, dat is iets heel anders dan orthodox onderwijs. Ja, want dat is het niet. Want dat orthodox, daar komen we zo meteen even op. Ja. Maar zijn de signalen dan niet zo concreet genoeg om een strafrechtelijk onderzoek te starten? Nou, wat je moet realiseren is dat het heel uitzonderlijk is als de AIVD en de NCTV het publiek maken middels een brief van de directeur van de NCTV, Pieter-Jaap Abelsberg, voormalige hoofdcommissaris hier. Commissaris, moet ik zeggen. Nee, en het is niet concreet genoeg. Althans, bij mijn weten tot dusver niet concreet genoeg voor strafrechtelijk onderzoek. Maar laat ik daar ook meteen helder over zijn. Daar ga ik niet over. Daar gaat het Openbaar Ministerie over. Maar u als burgemeester, mensen maken zich zorgen in de stad. Ja, zeker. Dus u kunt eigenlijk niks doen aan die school. Nee, dat is voor een gemeente is dat een ongelooflijk dilemma. Omdat je als gemeente eigenlijk alleen maar zeggenschap hebt over de huisvesting van scholen. Dus in principe... Kunnen we straks over de inhoud van het onderwijs, over de oprichting en de voortzetting van onderwijs gaat de minister van Onderwijs en de Onderwijsinspectie. Ja, maar we kunnen in principe straks verwachten dat we straks een aantal terroristen erbij krijgen. Nou, dat vind ik die zou ik uit uw mond niet verwachten. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat ik dat een veel te ongenuanceerde en populistische uitspraak vind. Dat is niet aan de orde. Okay. Er is ook, kijk, wat ik ook in de brief aan de Raad heb gezegd, er is geen openbare orde of een veiligheidsprobleem. Er is een hele grote zorg en dat is iets anders. Het is de zorg dat kinderen op deze school opgroeien in een parallele samenleving. Met waarden die haaks staan op onze Amsterdamse samenleving. Die eigenlijk met afkeer van de omgeving opgroeien. En dat willen we niet. Ja, want goed dat u dat zegt. Hè? Want als ik kijk naar... Ik heb ook met heel veel ouders gesproken, heel veel mensen. Ja. Die denken van, ja, er is helemaal niks aan de hand. Het is een soort anti-islamcampagne die gaande is. Ja, dat weet ik. Die denken, ja, mevrouw Halsema die staat daar al een beetje bekend om. Want ze vindt hoofddoek ook helemaal niks. Dus volgens mij is dat wel wat ze doet.
Ja, nou, ik denk dat ik ook wel naam heb gemaakt in het verdedigen van de rechten van vrouwen om zelf te kiezen hoe ze zich kleden. Nog afgezien van mijn persoonlijke ideeën. Dus ik denk dat moslims in Amsterdam weten en kunnen weten dat ze in hun vrijheid om hun godsdienst te kunnen uitoefenen, te worden beschermd in hun religieuze identiteit, zich bij mij veilig kunnen weten. Maar wat gaat u nu doen om dit probleem op te lossen? Want er is zorg. Er is nu zorgen, dus wat gaat u nu doen om dit probleem te lossen? Ik denk dat het voor de lokale samenleving heel belangrijk is wat er de komende weken gebeurt. Wat wij hopen is dat het bestuur aftreedt. Ja. En daartoe hebben we ze ook heel dringend opgeroepen. En wij hopen dat de onderwijsinspectie per onmiddellijke ingang toegang tot de school krijgt. Want dit is geen campagne tegen orthodox-islamitisch onderwijs. En het is al helemaal geen campagne tegen de islam. Helemaal niet. Ja. Er is een echt heel belangrijk onderscheid tussen orthodoxie en extremisme. Ja. Je kan je eigen opvattingen hebben over hoe graag je orthodox onderwijs ziet, wat voor aanhanger je bent van de vrijheid van onderwijs van artikel 23. Maar dat neemt niet weg dat beschermd is, wettelijk beschermd. En in Amsterdam zullen wij orthodox onderwijs ook beschermen. We beschermen geen extremisme. Daar gaat het de grens over. Maar voor de komende weken is het echt heel belangrijk dat ouders zich realiseren dat de Amsterdamse gemeente, dat de Amsterdamse overheid de islamitische gemeenschap wil beschermen. Ja. Tegen ruw populisme, tegen rechtsextremisme, maar ook tegen jihadistisch extremisme. Maar even terugkomen op het orthodoxe onderwijs. Hè? Ja. Want u gebruikt term orthodox. U heeft al eerder een uitspraak gedaan dat u zegt van, nou, met salafisten daar wil ik niet mee praten. Die zijn ook orthodox. Nee, heb ik niet gezegd. Wat heeft u niet wel gezegd? Wat heeft fundamentalisten. U wel gezegd? Okay. En dat is uitgelegd als salafisten. En ik heb dat nu ook zo aangescherpt dat ik heb altijd in het eerste debat tijdens de raad heb ik gezegd: ik wil niet een theologisch debat voeren. Ik ben geen kenner van de stromingen binnen de islam. Salafisme, wahhabisme, alle stromingen, de stromingen daarbinnen, daar ga ik niet over. Ik ga over de democratische rechtsstaat. En dat betekent dat ik de vrijheid van godsdienst altijd zal verdedigen en beschermen. Dat geldt niet alleen voor gematigd geloof, voor de gematigde islam, maar ook voor de orthodoxe islam. Dus eigenlijk, die zal ik ook. Dus als ik u goed begrijp, dan zegt u eigenlijk, salafisten in de stad die prima zich aan de wet houden, daar kunt u gewoon prima mee praten. Nee, ik heb iets anders gezegd. Als ik even de redenering af mag maken. Maar orthodoxie hoort erbij. Maar gaat u met die orthodoxen praten? Ook al zijn ze salafisten? De gemeente praat al heel erg lang met alle stromingen binnen de islam. Er zijn heel regelmatig. Dus ook die salafisten. Dan is als tweede de vraag: wie zijn je bondgenoten in het verwerkelijken van je eigen idealen? Ja. En daarbij heb ik gezegd: er is een gewoonte in het antiradicaliseringsbeleid, maar ook in het diversiteitsbeleid, om al heel erg lang de meer conservatieve leiders, bijvoorbeeld van de islamitische gemeenschap, als de gesprekspartners centraal te stellen. Dat wil ik nou wel eens veranderen. Voor mij breekt er nu een periode aan waarin ik bijvoorbeeld de vrouwennetwerken op wil bouwen. Ja. En wil zorgen dat vrouwen mijn gesprekspartners zijn. Maar dat betekent niet dat ik mensen uitsluit. Maar als je mij nou vraagt wie zijn je bondgenoten, en zo heb ik het gezegd, en met wie praat je bij voorrang, dan zijn dat bijvoorbeeld jongeren die in de verdrukking zijn. Ja. We proberen, dat doe ik samen met Rutte Groot-Wassink. Maar dat begrijp ik. Maar als we even teruggaan naar het salafisme, dat vind ik wel even belangrijk. Ja. Want kunt u dan begrijpen dat als u, wat u zegt niet tegen mij, ik wil met ze praten. Ik denk ook eigenlijk dat ze dat best wel leuk vinden om niet met u te praten, want dan moeten ze u weer een hand geven en zo. En dan daar hebben ze misschien ook niet zoveel zin in. Maar waar het wel om gaat. Dat heb ik altijd overigens onzinnige symboliek. Ik praat in de orthodox-Joodse gemeenschap. Wordt mij ook geen hand gegeven. Ja. Dat maakt mij niet uit. Ik wens met respect behandeld te worden. En als men daar een alternatief voor vindt, dan ben ik oké. Prima, maar even terugkomen op het salafisme en orthodoxe. Ja. Want vindt u ook, want kijk, er is nu natuurlijk dat hele campagne tegen orthodoxie. Op het moment dat u zegt van, dat zijn niet echt mijn bondgenoten. Kunt u dan ook wel hun ruimte geven in het Amsterdamse? Dat ze gewoon hun ding kunnen doen. En dat u ook opkomt voor hun rechten. Nee, maar rechten. Ik kom op voor hun vrijheid. Om zich. Kijk, waar wij de grens leggen is. Je hebt het, daar ligt ook de grens tussen orthodoxie en fundamentalisme. Namelijk, als je een diep verlangen hebt om gesluierd over straat te gaan. Ook, ik zie het liever niet. Maar ook helemaal waarbij je alleen nog de ogen ziet. Dat moet in deze stad kunnen.
Op het moment dat je een ander onder druk wil zetten om zich te sluieren, om niet meer naar school te gaan, om dus als je Gebeurt dat in onze stad? Ik denk zeker dat dat gebeurt. Maar als je dwang gaat gebruiken om geloofs- of politieke of andere opvattingen op te leggen aan een ander, dan ga je voor mij de grens over van de democratische rechtsstaat. En daar trek ik een harde grens. Tot die tijd heb ik wel opvattingen over orthodoxie. Zal ik dat ook af en toe laten merken? Wat zijn die opvattingen erover? Nou, ik vind bijvoorbeeld dat in orthodoxe kringen meisjes bijvoorbeeld vaak onvoldoende vrijheid genieten. Maar waarom, om hun eigen weg, waarom, om hun eigen... Waarom gaat u ze dat dan niet vertellen? Dat u zegt van, nou, dit is wat ik vind. En ik wil dat jullie eens een keer anders gaan gedragen. Ja, ik praat met de meisjes. In de eerste plaats. Oké. Okay. Want daar ben ik ook echt van overtuigd. Is dat, er is echt een groot verschil tussen zeggen... als u me tegemoet komt, dan negeer ik u, dan praat ik niet meer met... tot mensen aan je bestuurstafels uitnodigen. Ja. En zeggen, jullie zijn mijn bondgenoten. Nou, voor dat laatste, er zijn zoveel vrouwen in deze stad. En ook in de meer traditionele gemeenschappen. Ik weet, ik had een bijeenkomst georganiseerd op de ambtswoning... met vrouwen uit alle stadsdelen. Die gewoon op wijkniveau hun gezinnen onderhouden. Kleine organisatietjes hebben. En veel van die vrouwen zeiden... We hebben er zo genoeg van om onzichtbaar te zijn. Nee, terecht. Nou, daar ga ik in helpen. Daar heeft u wel een heel grote klus in, burgemeester. Wat zegt u? Daar heeft u een grote klus in, burgemeester. Ja, maar ik denk ook dat... ik denk dat het voor veel mensen ook heerlijk is. Wie heeft u nog meer nodig om uw klus te klaren? Want volgens mij, wat u zegt... Ik denk dat heel veel Amsterdammers dat ook graag willen. Wie heeft u nog meer nodig? Denkt u dat u dat zelf en alleen kunt? Nee, natuurlijk niet. Wat heeft u waarom, nodig? Waarom bouw je... Kijk, ik denk dat je als burgemeester vooral ook een aangever bent. Je bent aangever van de noden van andere mensen. Ik ga dit jaar, toen ik aantrad, heb ik gezegd dat ik eigenlijk als burgemeester vooral aan de kant van de kwetsbaren wilde staan. En ik heb nu met de stadsdeelbestuurders van Noord, Zuidoost en... Nieuw-West, dat zijn eigenlijk onze meest kwetsbare stadsdelen... die ook dikwijls vergeten worden. Afgesproken dat ik daar heel veel tijd doorbreng. En dat ik daarbij in Nieuw-West vooral heel veel aandacht besteed... aan de positie van vrouwen, Zuidoost van jongeren... Noord van de oude Amsterdammers. En wat doe ik dan als ik bijvoorbeeld... En bij oude Amsterdammers bedoel ik de mensen... die eigenlijk al generaties bijvoorbeeld in Floradorp, De Bannen wonen... en zich vaak ook... niet gekend voelen. En wat doe ik dan als ik daar naartoe ga? Ik had het er net even over. De eerste keer zijn mensen verlegen en krijg ik een bosje bloemen. Maar als ik er terugkom en zeg... en nu wil ik ook eigenlijk echt weten wat ik voor jullie moet gaan doen. Maar ik moet aan het werk zijn voor Want mensen. Daar heeft ze ook gezegd, daar heb ik bondgenoten voor nodig. Ja, zij zijn mijn bondgenoten. Ja, maar als u nu kijkt naar uw bondgenoten... denkt u dat u genoeg bondgenoten hebt nu... om de grote problemen van de stad aan te pakken? Bijvoorbeeld radicalisering en extremisme? Nee, we zijn netwerken opnieuw aan het opbouwen. Kijk, er is natuurlijk een periode aan vooraf gegaan... met name op het terrein van radicalisering... waarin de netwerken die door mijn voorganger... door Eberhard van der Laan waren opgebouwd... kwetsbaar waren geworden. Er was natuurlijk een grote kwestie. En wat zijn die nieuwe netwerken? Wat gaat u doen? Nou, met jongeren, met vrouwen, maar ook bijvoorbeeld met... Moskeeën? Met de gematigde islamitische gemeenschap. Niet omdat anderen er niet bij horen, maar omdat zij wel je ideële bondgenoten zijn. Ik kijk even naar de tijd. Ja, ik wilde nog één ding zeggen. Ik vond het zo spannend om vragen te stellen. Ja? Dankjewel. Yassine El Foukhani! Ja, leuk. Ik ga je ook meenemen. U daar in de hoek? Ja. Zo. Het waren drie hele verschillende gesprekken, hè? Ja, grappig. Zullen we eens even langslopen? Gelukkig niet mijn moeder. Nee, jij bent geen familieleden. Ik kan u zeggen, die teleurstelling had ik ook, maar dan omgekeerd. Ja, dat snap ik. Oh, want je hebt er wel gevraagd, zeker, natuurlijk. Zeker, uitgebreid gesproken. Doe het maar goed als je het binnenkort spreekt. Ik wil ze even langslopen. Marianne, jouw aanloop kwam uiteindelijk samen in die slotvraag. Jouw conclusie dat strafrecht niet afdoen is... Ja. Moet dat niet gecompenseerd worden, dat bestuurlijk. Ja. En er zat een opbouw in, maar je kreeg nul briquest. Logisch of toch verrassend? Nou, wat ik zelf
nog wel heftig vond, maar daar konden we niet op ingaan, was dat milieucriminaliteit zo makkelijk naar landelijk wordt verplaatst. Terwijl dat in mijn ogen, maar het komt omdat ik me er iets te veel bij heb bemoeid de afgelopen periode. Eigenlijk vind ik dat dat een levensdelict is. En als je het nou hebt over wat je lokaal kan doen, dat dat heel belangrijk is. Maar dat ging naar beneden. Dit gedeelte is niet bedoeld voor nog dingen. Nee, maar... Dus ik wil even naar die hoofdvraag. Dus die hoofdvraag. Nou, ik denk dat we goed weten waar de burgemeester voor gaat en wat ze belangrijk vindt. En dat het in ieder geval mooi is om te zien dat ze zich heel goed realiseert dat je als burgemeester een hele belangrijke positie hebt. En dat met name ten aanzien van het bestuursrecht inderdaad helder is geworden dat deze burgemeester misschien niet volop wil inzetten en toch weer wat wil terugduwen naar het strafrecht. Ja. En daar heb ik mijn grote twijfels over of dat effectief zal zijn. Hoe heeft u dit interview ervaren? Ik bij mezelf eigenlijk naar. Kenden jullie elkaar al? Ik moest, dat merkte je misschien. Ja. Ik moest even plaatsen. En het kwartje viel, ik denk na een minuut of twee of zo. Toen dacht ik, jij bent het. Kijk. Ja, maar dat duurde heel maar even. Maar dat was ook fysiek waarneembaar, want wij kijken hier dus mee. Ja. En dan ga je letterlijk gewoon, je hangt bijna zo. Ja, nu ga ik jouw kant op, maar jij neemt eerst afstand, armen over elkaar. En dan komt dat moment na twee minuten en dan ontstaat er echt contact. Sorry. Ja. Dat was helemaal niet zo bedoeld. Maar wat ik van het interview vooral vond, je ziet natuurlijk dat jij een opiniemaker bent en een politicus. Waardoor je eigenlijk mij confronteert met je eigen opvattingen. En dat leidt tot veel geslotener vragen. Want eigenlijk toets je je eigen opvattingen bij mij. En klopt dat of niet? Ja. Ja. En, als het publiek het erover mee eens is, dan nou ja, is dat zo. Dus je merkt dat is een verschil. En ik denk, wij zouden eigenlijk gewoon meer tijd nodig hebben. Want ik had bij jou af en toe moeite om me te bedenken wat je wilde. Dus waar ik naartoe ging. Ja? Ja. Ja. Nou, wat je bedoelde. Dus bijvoorbeeld die strijd tussen straf- en bestuursrecht. Ik dacht geleidelijk, jij hebt daar zelf een mening over. En jij zoekt eigenlijk, ik ben een beetje je krabpaal om je mening aan te scherpen. Oh nee, ik was meer zelf, dat is wel grappig. Ik heb dat fragment van de korpsleiding gekozen, omdat ik dacht, daar sla je als burgemeester op aan. Dat de korpsleiding zegt, het is aan de burgemeester. Wij gaan niet zoveel meer doen. Ik geloof dat Lisbeth Huijer bedoelt veel meer dan alleen crimefighten. Want ik vind, en daar kwamen we helemaal niet aan toe, maar ik vind als je echt iets tegen ondermijning moet doen, dan begin je met je economische ordening. Kijk, in deze stad is de afgelopen, laten we zeggen 10 jaar, als ik het mag zeggen, heel veel ruimte gegeven aan commercie. En is bijvoorbeeld de rol die de stad kan spelen in vastgoed, in grondpolitiek, die is wat mij betreft iets te klein geworden. En we zien nu er zoveel geld de stad binnenkomt, want de stad wordt zo snel zo rijk, dat je eigenlijk niet aan de, laten we zeggen, repressieve middelen moet denken, maar gewoon aan je ordening, aan je economische ordening. Dat is voor een deel burgemeester, maar dat is ook de wethouder van EZ en de wethouder die de bestemmingsplannen maakt. Tot zover. Tot zover. Wij gaan naar het tweede gesprek van een hele andere orde. Michiel, vertel even hier, want je hebt het ons eerder verteld. Wat was de opzet van jouw gesprek? Nou, het was natuurlijk niet echt een hele sterke opzet, maar... Daarom vraag ik het nog even extra. en Femke begon zelf over haar moeder. En dat had ik niet verwacht, want die wilde ik pas later zelf opvoeren. Nou, omdat jij vertelde namelijk aan het begin van het gesprek dat jouw moeder jou ooit terecht wees dat jij zo openhartig over je jeugd en over haar vertellen. Dat interview heb ik namelijk ook gelezen. Was volgens mij in 2000 of zo. Ja. Maar een heel mooi portret van hoe jij je altijd verzette tegen je ouders. Dus ik was heel erg benieuwd. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Maar omdat ze er zelf over begon. Ja. Maar helemaal aan het begin dacht ik, ja, maar ik moet eerst nog even neerzetten. Het imago en wie ze is. En belangrijk was je natuurlijk ook zei van tevoren, is de doelstelling was eigenlijk ten opzichte van de beeldvorming, wilde je echt wat meer jou echt voelen. Dat vond ik. Heb ik nou wat beter leren kennen? Nee, dat vond ik echt geslaagd. Ja. Okay. Ik heb toch meer een indruk van hoe jij als mens zeg maar in je vak staat en hoe je je verhoudt tot de Amsterdammer. Ja, vind ik wel. Kon je meteen een beetje overgeven aan zijn lijn? Ja.
Ja, nee, kijk, daar kon ik natuurlijk veel regie op uitoefenen eigenlijk. Dat bleek ja. dus. Ja. Nee, omdat je... ja, omdat het een heel open gesprek was. Ja. Omdat jij... En ik wilde ook eigenlijk wel iets uitleggen over... wat het betekent om burgemeester ja. te zijn. Hè? Hoe, dat het ontroerend kan zijn. En dat, nou ja, die mensen die eigenlijk niks van je moeten hebben. Ik heb wel eens inmiddels voor een zaaltje vol met PVV'ers gezeten. Ja. Waarbij het er eigenlijk niet meer zo toe doet. Terwijl als zij mij weer zien als een GroenLinks-politicus, dan denken ze: wow, help. Nou, en ik vind het wel mooi wat je beschrijft. Want wat, dat hele ceremoniële, wat eigenlijk ik ja. niet zo bij jou vind passen. Oh nee. Dat je wel aangeeft wat daar ook de kracht van is. Dus dat, ja, ik vind. Ik weet de eerste keer dat ik een lintje mocht uitreiken. Ja. En toen dacht ik, weet je, ja, ik heb een redelijk. Ja, bedoel. Dacht, wat moet ik nou? Moet, ja. ik, een ridderorde, moet ik iemand een ridderorde ja. op gaan spelen? Ja. En, maar toen stond ik tegenover iemand. En dat was iemand die zijn hele leven onderzoek gedaan had naar AIDS. En ik stond er met een net verhaal. Ik had er ook best wel goed over nagedacht. En toen stond hij tegenover me en hij kreeg meteen een oudere heer tranen in zijn ogen. En ik dacht, oh, dat is waar. Dat is een van de belangrijkste momenten ja. in zijn leven. En daar mag ik zomaar bij zijn. Dus dat vond ik sindsdien. Ik ben dol op onderscheidingen. en op linten. En herdenkingen. Herdenkingen, ja. Ja, ja, fantastische momenten. Ja. 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 En dan de laatste. Dat was even een verrassing toen hij om de hoek kwam, geloof ik, hè? Ja. Ja? Nou ja, ja. Mag ik daar toch even één opmerking bij maken? Helemaal aan het einde kwam een belangrijk aspect van zijn doelstelling naar buiten. Namelijk dat u een nieuw netwerk aan het opbouwen bent. Dat betekent dus ook dat er een netwerk wat door uw voorgangers opgetuigd is, niet meer optimaal functioneerde, om het maar even zo te zeggen. Ja. Toch? Ja. En dit is een van die sleutelfiguren. En die heeft u pas gisteren op uw eigen woning ontmoet. Ja, maar het is niet... ja, het klopt trouwens dat we elkaar gisteren hebben ontmoet... Wat daar een fijne ontmoeting was, hè? Ja, ja. Even bij zeggen. Ja, maar dat heeft... Dat klinkt veel meer als een bewuste daad van niet ontmoeten. Maar dat is eigenlijk niet aan de orde. Het probleem is veel meer dat dat netwerk uit elkaar gevallen is. En op dit moment gewoon niet zo goed functioneert. Ja. En we zijn dat weer aan het opbouwen. Maar ik heb toen ik binnenkwam... Kijk, het radicaliseringsbeleid was natuurlijk heel kwetsbaar geworden. Omdat er ook een integriteitskwestie was. Dus ik heb eerst het beleid, de afdeling, het integriteitsbeleid... alles weer op orde gemaakt. En inderdaad een aantal nieuwe mensen... Ja. Benaderd. Maar ik ben wel heel blij dat wij elkaar op het moment ontmoeten. Zeker, ik zou zeggen, zet dat voort. Maar het, is, ik moet wel zeggen dat ik... iets, het is wel spannend, u maakt hem zelfs uit voor populist. Ik denk dat je veel verwensingen naar je hoofd gehad hebt, maar die was nieuw. Maar dat wilde ik even toelichten. Want kijk, mijn opzet was, ik vond het heel spannend überhaupt mijn vragen te bedenken. En te stellen, want ik ben iemand die zendt. Ja. Tot zover de disclaimer, Anouk nu. Nee, maar waar het even om gaat, ik dacht, weet je wat, Yassine, ga niet meer nadenken over de inhoud. Hoe ongelooflijk ook... begrijp hoe complex het is. Ik ga alleen maar vragen stellen. Ja, toen kwam de kleine populist in me op dan. Ja. dus, blijkbaar. Dus, maar ik besef heel goed hoe complex het is. Want wat ik ook probeerde te doen... Ik zit in die stad, ik hoor mensen. Ja, de ene zegt, waarom gaat u niet sluiten? De andere zegt, u heeft een anti-campagne-islam of een anti-islamcampagne opgezet. En wat ik eigenlijk probeerde te doen, om eens even goed... te doorgronden wat er precies aan de hand is... en wat we met z'n allen nodig, wat u ook nodig hebt om dit op te lossen. Waarbij het dus een spannend gegeven is... als er een netwerk opnieuw opgetuigd moet worden... dat je een aantal ogen en oren op dit moment als informatie... op het stadhuis tekort komt. Ja, maar dat was al gebeurd. Okay. Weet je, die waren eigenlijk dus... Wat ik het afgelopen half jaar begonnen ben te doen... en we zijn begonnen bijvoorbeeld bij jongeren en bij vrouwen... is nieuwe ogen en oren te maken in de stad... die je bondgenoten zijn. Dus ja, het was heel kwetsbaar geworden. Maar nu, en daarom vind ik van Yassin ook wel echt geweldig... dat je er nu ook bent. Want Yassin is de afgelopen dagen heel erg naar voren getreden... rond de school. En dat is kwetsbaar. Het is voor jou kwetsbaar. Het is voor anderen. Het is... Kijk, wij moeten als gemeente nu echt duidelijk maken ook... dat het ons er niet om te doen is om het orthodox onderwijs te beëindigen in de stad. Er is gewoon behoefte aan. Er is behoefte aan orthodox islamitisch onderwijs. Wat wij willen alleen dat dat goed is.
en open. Dat dat gecontroleerd wordt door de onderwijsinspectie en dat er geen enkele relatie is met extremisme. En dat delen wij, hè, dat verlangen delen wij. En het is nu heel belangrijk dat de islamitische gemeenschap zich eigenlijk achter dat streven stelt. Ja. Waarbij natuurlijk wel zorgwekkend is dat, ik geloof dat 174 leerlingen uit mijn hoofd. 164. En jij vertelde het in jouw vraagstelling ook eigenlijk, die dus eigenlijk bijna immuun zijn voor waarschuwingen, omdat ze dan vaak toch in het complot zitten. Ja, dat hoort bij die anti-islamcampagne. Ja, maar eerlijkheidshalve denk ik niet dat ze daarmee bedoelen mijn. Kijk, mensen die voelen zich natuurlijk moe gebeukt van de afgelopen jaren. Er is natuurlijk, je zag het ook deze week weer in de reacties van Wilders en anderen op deze school. Het wordt meteen veralgemeniseerd tot de islam deugt niet enzovoort. Ja, en mensen zijn daar boos over en keren zich af. Daarmee zijn we aan het einde van deze middag gekomen. Wat ik ook nog uren had willen door laten gaan. Ja. Maar ik ga me tot u wenden, dames en heren. Laten we allereerst even alle deze drie een warm applaus. Marianne van der Anker, Michiel van Erp, Yassine Elfokani en onze hoofdgast, de burgemeester Femke Halsema. Dank u wel. Ja, dat komt u toe. Dank u wel. Ik richt mij nu weer tot u, want we hebben er nog twee voordat wij weer met zomerreces gaan. En niet de minste, op deze bank komt te zitten onze eerstvolgende gast, niemand minder dan André van Duin. Ja, dames en heren, u ziet hem al staan. 14 april en 19 mei, de minister Sigrid Kaag. Ik hoop u bij een van deze weer te mogen begroeten. Dank voor de aandacht, tot de volgende keer.